De hele voetbalwereld wacht deze zomer maar op één ding. De nieuwe FIFA. Een aantal spelers van Feyenoord mochten FIFA 19 al testen en Voetbal International was erbij. Hij is lastig geworden. Ik heb het gevoel dat je echt precies moet richten waar je die bal wil spelen. En ja, schieten gaat niet meer zo makkelijk. Scoren dus. Nee. Hey, schiet je heen, Mark. Het is wel wennen hoor, moet ik zeggen. Ik heb wel eventjes niet gedaan en er zijn wat nieuwe dingetjes. Dus ja, daar moet ik even mee aan de slag. Wel opvallend dat jij over schoten begint, want jouw schoten zijn ook minder geworden. Je bent van 69 naar 67 gegaan. Kan toch niet? Dat is toch ongelooflijk? Als je mijn goals hebt gezien vorig seizoen, dan waren die allemaal van afstand, toch? Hey, wat ik me afvroeg, wat heb je deze zomer gedaan? Je pace is van 70 naar 66 gegaan. Serieus? Nou ja, weet ik niet. Ik heb wel gewoon doorgetraind, dus ik mag wel iets sneller dan 66. Niet te veel op het strand gelegen? Nou ja, dat ook wel, natuurlijk. Maar nee, ik weet niet, misschien is het toch weer een jaartje ouder. Je hebt één troost, Jordi Klaas is nog trager. En de rest is allemaal sneller? Nee, niet allemaal. Bottekino ook niet hoor. Oké, want ik zie wel een statistiek voorbij komen bij de training. Volgens mij valt het allemaal wel mee hoor. Je redt ze er allemaal uit? Ja, dat wil ik ook niet zeggen, maar 66. Nee joh, ja goed. Ik heb mijn skills niet gezien, of die punten. Maar als snelheid echt 66 is, dan moet ik daar maar mee aan de slag. Als jij nou de ratings voor het zeggen had bij EA, hè, wie zou jij dan de beste Feyenoorder maken? Ah, mezelf. Jeetje. Wat? Dat is toch logisch? Nee, ja. Wie zou ik de beste Feyenoorder maken? Ja, dat is een goede vraag. Ik zou het niet weten. Ja, dat zal denk ik Robin zijn. Of Nicolai of Steven. Zoiets. Denk Robin? Dat zijn de hoogste drie inderdaad. Maar wie daarvan is het best, denk je? Ja, ik weet niet of ook hoe dat zit met... wat telt nou het zwaarst eigenlijk bij zo'n algemene rating? Dat weet je niet. Ja. Maar Berghuis is de beste in ieder geval. Oké, ja, dat wilde ik dus net zeggen. Ja. Je speelde net tegen Tony, hoe ging dat? Gewonnen? Ja, tuurlijk. Jantje, 3-0. Nee, ging niet zo goed eigenlijk. Ja, ik speel vrij weinig FIFA als ik eerlijk ben. Ik vind het wel leuk om zo met vrienden te spelen, vind ik echt tof. Vind ik leuk om te doen. Maar om het dan online te gaan spelen, daar ben ik niet zo goed. En je komt altijd zo'n goede tegenstander tegen. Ja, dan ben je gauw geneigd te stoppen en dan doe je lief match. Ja, want je staat toch al 3-4-0 achter. Dan denk je van ja, gespeeld is het al. Maar zo met vrienden spelen, ja, dat is veel leuker. En als je het spel hebt en je bent met vrienden en familie, dan is het nog wel eens lachen. Vooral met mijn schoonbroer, die is ook zo fanatiek. Dus er gaan weer mooie potjes komen, denk ik. Ik ben wel een beetje een gamer, maar ja, ik moet ook wel een beetje aan mijn gezinssituatie denken. Anders maak ik het te bont. En als jij nog mocht bepalen, een skill die jij beter zou kunnen, wat zou je dan zeggen, een extra skill? Ja, snelheid. Dat heb ik net gehoord. Voortaan maar een biertje geven, misschien voor die hogere rating.